De mishandeling van een homostel dit weekend in Arnhem heeft voor veel beroering gezorgd. In de samenleving, maar ook in de Tweede Kamer. De PVV heeft daar zojuist geëist dat er minimumstraffen voor komen voor dit soort delicten. De huidige wet biedt al ruimte voor minimaal 8 jaar, misschien zelfs 16 jaar. Maar gelooft u dat ze dat gaan opleggen of gaan eisen? Ik geloof het niet. Dus ik pleit ervoor dat daar aandacht voor, dat de minister gaat zorgen. En dat kan hij doen, hè, via een aanwijzing dat er hoog wordt geëist en hoog wordt gestraft is natuurlijk aan de rechter uiteindelijk. Maar wij pleiten ook voor minimumstraffen. Dat wil zeggen dat de rechter helemaal geen ruimte heeft om te matigen. Nou, minister Blok van Justitie heeft geantwoord dat homofoob geweld als streng bestraft kan worden. En dat het OM er al veel werk van maakt. Hij zegt dus eigenlijk, het recht werkt. Al zal niet elk belaagd homostel daarmee eens zijn. De maximumstrafeisen in de wet zijn zo hoog dat die in de praktijk vrijwel nooit gebruikt worden. Omdat het Openbaar Ministerie al de richtlijn hanteert. We vragen sowieso al een dubbele straf. Biedt een nog hogere strafmaat in de wet. In de praktijk geen extra soelaas. Maar kunnen we vertrouwen in de manier waarop het Openbaar Ministerie nu die dubbele strafeis hanteert. Gelooft u nou zelf dat deze daders lang achter de tralies verdwijnen? Ik geloof daar helemaal niks van. En ik denk dat de gemiddelde Nederlander dat ook niet gelooft.